Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door PCS, Prodex en OMS. Welkom bij een nieuwe aflevering van Voetbal Rotterdam TV. En we zitten nog steeds midden in de trainingsgesprekken. En vandaag hebben we Theo de Boon van Capelle. Theo, je begon verschrikkelijk goed. Neem ons mee in de eerste twee maanden. Ja, dat was toch een vrij nieuwe groep. Ga je voorbereiding in. En wisselende resultaten. En dan ga je de eerste wedstrijd naar Hardenberg. En dan win je met 0-3. En de wedstrijd erop, een goed resultaat. Uiteindelijk hebben we 6 wedstrijden, 0 tegengoals. Nou, dat was natuurlijk fantastisch. En we haalden ook de media, de landelijke media zelfs. 652 minuten volgens mij zonder tegengoal. Ja, en alles viel en alles zat gewoon goed in elkaar. En de 7e speelronde waren we zelfs koploper. Dus tot dat moment ging het uiteindelijk prima. En toen? Nou ja, laat ik het anders zeggen. Je komt ook nog ver in de beker. Groningen komt om de hoek kijken. Wat gebeurde er? Nou, de hele club die zat al een beetje ook in een bekerroes. We hadden natuurlijk tegen Shabab de eerste ronde gewonnen. Dat was augustus. 4 weken later speelden we tegen Almere City thuis. Maar goed, dat was natuurlijk een fantastische wedstrijd. Die wij na 120 minuten, in de 119e minuut maakte Strik de winnende goal. Ja, de club ontplofte bijna. Vooral Paastrik? Ja, Paastrik inderdaad. Maar goed, dat was voor de club was dat een geweldig entourage. Dat we daarna een FC Groningen loten. Natuurlijk heb je het liefst een thuiswedstrijd. Maar Groningen of Heerenveen uit. Ja, dat is het leuke voor een club om daar met grote getalen sponsors en supporters naartoe te gaan. En een 2-0 nederlaag. Ook een perfecte uitslag eigenlijk. Maar goed, in die fase zijn we wel wat tegen wat personeel bezetting of probleempjes aangekomen. En daar hebben we eigenlijk tot en met de winterstop mee te maken gehad. Dus eigenlijk kan je zeggen, je hebt je de tol betaald voor je eigen succes. Verder in de beker om 120 minuten tegen Almere City, Groningen, door de week. Ja, je hebt de Rijnmond Cup wedstrijden, je hebt de normale districtsbeker die er ook tussendoor rolt. En uiteindelijk hebben wij een iets te krappe selectie. Wegens budgetteren, de budgetten zijn ietsje minder geworden afgelopen jaar. En we iets minder brede selectie. Ja, en dan moet iedereen toch al sneller op zijn teentjes lopen. Normaal gesproken kan je bij een districtsbekerwedstrijd of een Rijnmondwedstrijd. Zet je eens wat de spelers laat je helemaal langs de kant. Nou, dat kon eigenlijk niet. En dan zie je dat er een aantal spelers wegvallen. Door allemaal vervelende blessures. Knieblessures. Dat is vervelend. Hoe breed is je selectie dan? Nou, we hebben in principe een selectie van 17, 18. Spelers, aangevuld met 4 jongens, zeg maar een soort stageplekken, wat jonge gasten zeg maar, die van een wat lager niveau komen. Maar goed, als je dan 5, 6 en de laatste weken 7 spelers missen, dan hou je er weinig over. En de laatste is tegen Hardenberg, daar hebben we 3 spelers uit de tweede elftal opgesteld. En op zich is dat wel ook een leuk signaal naar de club. Hè? Ik bedoel, de jeugd krijgt ook wel een kans. Maar je moet wel heel realistisch zijn dat je natuurlijk wel op het topklasse niveau speelt. En dat is echt een extreem hoog niveau. Is dat iets wat je meeneemt, bijvoorbeeld, want je hebt net verlengd. En met jou nog een aantal spelers ook. Is dat iets waarmee je met de club over praat, dat die selectie breder moet? Ja, tuurlijk. Jeroen Dammers doet bij ons technische zaken. Nou, daar is Arie Dams maar bijgekomen. Dus we hebben een wat breder technisch management, zeg maar. En daar hebben we ook aangegeven dat we wel iets breder moeten worden. De selectie was gewoon nu ook iets te smal. Nou, dan moet je gewoon creatief daarmee omgaan. En uiteindelijk zijn we daar nu mee bezig. We proberen de sterkhouders op dit moment vast te leggen, zeg maar. Dus we gaan straks op trainingskamp naar Valencia. En dan komen de rest van de spelers komen aan tafel. En we zullen ons gericht willen gaan versterken naar volgend seizoen toe. Maar de club is echt bewust bezig ook om het budget toereikend te maken? Of? Nou ja, als je dat in deze tijd natuurlijk op hetzelfde niveau kan houden als het jaar daarvoor, dan doe je het in feite natuurlijk al goed. Mm. Wat ik bedoel, spelers beseffen het niet altijd, maar het is wel crisis natuurlijk. Ja. De sponsoren die hebben het allemaal moeilijk. En in de gelukkige omstandigheid dat de businessclub bij Capelle groeiende is, tegen de stroom in eigenlijk. Dus dat is wel positief, dus het ziet allemaal wel goed uit. Ik haalde gekscherend in een van mijn laatste uitzendingen aan, de toegangsprijs is een tientje. Misschien zou daar nog wat iets mee kunnen doen? Of moet ik dan bij iemand anders wezen binnen Capelle? Ja, daar ga ik niet over. Nee, dat dacht ik al. Ik ga ook voetballen. Nee, dat kan wel te maken hebben dat een hoop mensen, als je kijkt naar de bezoekersaantallen, is Capelle een van de laagste in de regio. Ja, maar dat heeft ook weer andere oorzaken.
Ja, geen marketing? Want je ziet er ook vrij weinig van. Nou, dat klopt. Maar er zijn ook wedstrijden dat er wel 900 of 1000 mensen zaten. En dan zag ik op de site nog dat er 560 mensen waren, bij spreken. Dus ik denk dat ook andere redenen hebben. We moeten gewoon bijvoorbeeld op zaterdag gaan klagen. Kijk eens bij onze vrienden in Ambacht. Ja? Mm-hmm. Er zijn altijd 600 en zoveel toeschouwers. Per 100 toeschouwers of per 200 toeschouwers heb je namelijk stewards nodig. Ja. Dus het kan ook. Daar kan het ook mee te maken. Dank voor deze inzage in ieder geval. Ja. Als je je hebt behoorlijk wat blessures gehad. Je hebt jongens die verlengen. Je hebt ook jongens die gaan stoppen. Hoe ziet... Wordt er al nadrukkelijk over gesproken? Nee, dat niet. Kijk, in principe is het natuurlijk al vrij vroeg. Ik bedoel, we spreken nu december. Vroeger was dat januari, februari met spelers ging praten. Mm-hmm. Maar uiteindelijk probeer je dat wel te spreiden. En natuurlijk, je kern en je sterkhouders, die wil je zo snel mogelijk vast hebben. Er zijn ook een aantal spelers, die moeten echt nog een nieuw contractje weer verdienen, bij wijze van spreken. We moeten echt op een punt zitten van, gaan we wel door, gaan we niet door. Dat is altijd. Dus er zijn ook spelers die pas over een week of acht aan de beurt komen. De blessuregevallen, hoe ernstig zijn die? Nou goed, Marvin Strik had zijn middenvoetsbeentje gebroken. Die is uit gips, dus die is er na de winterstop weer bij. Kai Blokland is gisteren geopereerd aan zijn meniscus. Dus die kan over 5-6 weken kan die weer spelen. Valentijn die had last van zijn enkel, kan weer spelen. Bas van Wieringen zit een wervel in zijn rug, niet goed. Dus dat moet met rust genezen, dus die verwacht ik na de winterstop weer terug. Jos van Nieuwstad, dat is een probleem. Jos die heeft iets aan zijn hamstring met een ontsteking. En dan kunnen ze niet achterhalen wat het uiteindelijk is. Dan kijk je terug op die eerste periode. Dan heeft iedereen het eigenlijk over die eerste twee maanden. Waarin alles crescendo ging. Maar de harde realiteit is dat je plek 11? Nee, gedeelde 8. Gedeelde 8. Gedeelde 8. Ja, ik heb hem even niet op me. Maar goed. Kijk, in principe je staat 3 punten voor op plek 13. Ja, maar 3 punten achter op de nummer 3. Precies. Dat geeft aan, deze competitie hadden wij afgelopen zaterdag tegen Hardenberg gewonnen, hadden we 30 staan. Ja. Zo dicht staat het bij elkaar. Dus je moet gewoon iedere week zo meteen weer de focus erop hebben. En iedere wedstrijd die je kan winnen, die moet je winnen. Ja, en sommige wedstrijden, je kan niet alles winnen natuurlijk. Maar goed, wel de momenten pakken die je moet pakken en scherp blijven. Het is je eerste jaar in de topklasse, hoe bevalt het? Ja, super. Het is wel heel zwaar, ik ben blij dat het winterstop is. Het is natuurlijk toch een bepaalde druk, een bepaald niveau. In de hoofdklasse, met alle respect, had je echt wel eens wedstrijden dat je eigenlijk wist van tevoren, die gaan we winnen. En dan zit je ook veel relaxed op de bank. Maar er komt natuurlijk heel veel bij kijken, met pers en de druk eromheen. Dus wat dat betreft is het een heel ander niveau, maar het is echt een topcompetitie. Hoe is het reizen? Want volgens mij moet je een keer om 10 uur verzamelen. Was je dat nog gewend? Hoek uit. Hoek is ook altijd wel ver. Ja, Hoek, ja, precies. Nou, uiteindelijk hebben we natuurlijk Sneek en Hardenberg en Excelsior 31. Dus het zijn maar 3 clubs waar we ver mee moeten. Het is toch een beetje westelijk georiënteerd, hè, de topklasse. Ja, nog wel, maar als we nu zouden stoppen, dan zou het toch heel anders eruit zien volgend jaar. Ja, nou, en dat is dat het. Ik heb met mijn collega's Achterberg en Van den Bergen ook net over gehad, buiten de uitzending. Het is gewoon een verschrikkelijk knappe prestatie die wij uiteindelijk leveren hier in de Rijnmond. Tegen het grote geweld van de IJsselmeervogels, Spakenburg, de bollenclubs. En dan kan je maar zien dat geld niet alles bepaalt. Want de bollenclubs staan in feite met z'n 4 of met z'n 5 staan ze de onderste plaatsen te verdelen. En is het dan ook zo, gezien de ranglijst, dat je zowel naar boven als naar beneden kijkt? Nou, wij hebben een doelstelling ingezet. Wij willen tussen plaatsen 5 en 8 eindigen dit seizoen. En dan daar gaan we gewoon aan werken. En we zullen keihard moeten buffelen om iedere week weer onze puntjes te pakken. Uiteindelijk, als we zo meteen de groep weer compleet hebben, dan ben ik niet bang dat wij wegzakken. Dus eerst even goed compleet worden, goed trainen. En dan gaan we nog wat zien van Capelle? Ja, uiteraard. Ik denk dat iedere club ook een goede fase heeft in de competitie en een mindere fase. Nou, wij zijn heel goed gestart. We hebben nu een mindere fase gehad, door oorzaken. En wij gaan straks in de tweede helft van de competitie gaan we nog wel een serie neerzetten van een 4-5 wedstrijden achter elkaar. Ja, en dan ben je zo goed als veilig. Kijk, nou, mocht u het ook willen zien, dan kan dat op Teletext pagina 833, uit mijn hoofd gezegd. Maar veel beter is het gewoon naar Sportparken Slot. Zeg goed, hè? Ja, absoluut. Het slot te gaan. En daar kunt u nog heel veel prachtige wedstrijden. Wie krijg je nog in het tweede seizoen zelf? Mooie aansprekende thuiswedstrijden. We krijgen ze allemaal nog, hè? Oh, thuiswedstrijden. Thuis. We krijgen Spakenburg nog thuis, we krijgen IJsselmeervogels nog thuis.
Dus dat zijn leuke clubs. Dat zijn op voorhand mooie wedstrijden in ieder geval. Wij gaan het ook in de gaten houden. U kunt het zien bij ons in de terugblik. En we hebben nog meerdere trainers, dus blijf vooral kijken. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door PCS, Prodex en OMS.